Dat ik ga nou eindelijk eens met mijn hondjes uit, want het heeft maar geregend. En toen heb ik boodschappen gedaan. Ja, dat dus. Want ik had ook geen brood meer. Ja, één bolletje. Nou, dan red ik het niet mee. Nee. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, ik zeg goedemiddag, want het is al laat. Het is al 18 minuten over drie. Ja. En er is geen zak aan. Het is nou net eigenlijk een beetje droog. Ja. Dat ik ga nou eindelijk eens met mijn hondjes uit. Want het heeft maar geregend. Ze wonen niet eens niet de tuin in. Dus ja. Wat wil je nog meer? Maar in ieder geval, een hele fijne middag gewenst namens Corine en de Beestenboel. Want daar zijn jullie weer aanbeland. Dus welkom op ons kanaal en geniet van alles met wat jullie gaan doen, maar ook zeker met wat wij doen. Jullie kunnen alles bekijken, wat jullie maar willen. Geniet ervan en tot later maar. Goedemiddag geloof ik, of is het al goede avond ook, dat kan het al zijn. Ja, het is goedenavond, ja. Het is 6:20. Ik heb boodschappen gedaan, ik ben net weer thuis. Ik heb de tafel even een beetje opgeredderd. Het moet nog wel schoongemaakt worden, maar ja, boodschappen gingen voor de rest. Ja. En ik kom pas laat heen, want mijn regendekje van mijn scootmobiel, wat over mijn stoel heen hoort, was nog van gisteren drijfnat. Dus die ga ik opgehangen gisteren, dat we thuis kwamen. En nou was de binnenkant ook nog wat nat, dus die heb ik nou ook weten te drogen. En weer over mijn stoel heen gedaan. Nou, dat heeft ook, ja, dat moet precies zo en niet anders, weet je. En dan van achteren vastmaakt met klittenband. Dat zit eraan vast, aan het regendekje. En toen heb ik boodschappen gedaan. Ja, dat dus. Want ik had ook geen brood meer. Ja, één bolletje. Nou, dan red ik het niet mee, nee. En die heeft ook zo te zien zin in wat, of niet? Heb je honger? Wou je eten? Mag wel. Ga maar eten. Nee? Hoef je niet te eten? Belief. Jij. Elwin is een grote lieve meid, hè? Ja. Hé, meisje. Meisje lief. Ik vind jou ook heel lief. Ja. Hé. Meisje. En daar ligt mijn andere meisje op de bank. Zo, hé, laat jij een dikke boer. Wat voor dikkie. Maar oké, lieve vriend, ik ga mijn boodschappen opruimen, want er zit ook diepvries bij, zoals patat. Dus dat moet in de vriezer. En ik heb nog een pizza mee. Ik weet niet of ik daar ruimte voor heb. En anders dan leg ik hem in de koelkast. Zeg ik morgen, en hoeft het niet bevroren erin. En dan hoef ik ook de oven niet voor te warmen. Nee, dat dus. Maar oké, ik zou zeggen, en vanavond eet ik snert met een broodje erbij. Dus lekker, lekker van met dit weer. Het is nou eindelijk dan droog en het zonnetje komt er wat waterig doorheen. Maar hallo, straks is het donker. Ja, en wie weet wat we nog krijgen, want er is wel gezegd dat we nog meer krijgen. Ja, allemaal regen, regen, regen. Droge tijd, natte tijd. Die toekomst gaan wij tegemoet. Maar ja, maakt niet uit. Ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed en heel veel plezier met hetgeen wat jullie doen, maar ook zeer zeker met hetgeen wat wij doen.